allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je de Friendship Circle Bracelet kunt maken met je Rainbow Loom. En vandaag ga ik precies dezelfde maken. Zorg dat je loop zo is opgesteld, zodat de middelste rij iets uitsteekt ten opzichte van de andere rijen. Dit keer gaan we naar het einde van je loom. En ik ga deze twee pinnetjes gebruiken. En ik draai mijn loom even om, zodat ik beter kan werken. En dan pak je eerst je kleur voor de rijtjes. Daarvoor ga ik wit gebruiken en je pakt dan twee vierkante bandjes van deze pion en een 8 naar deze pion. Nu pak je nog twee witte. Die doe je gewoon omheen, niet als een 8. Nu gaan we de onderste. Wacht even. Onderste twee witte bandjes over pion heen, laat hem los. Doen we aan de andere kant hetzelfde. En doe het even naar beneden. Pak nu je eerste kleur voor de cirkeltjes. En pak die, draai hem een slag en doe hem terug op je vingers, zodat hij gedubbeld is. En doe hem op de rechter pion. Pak nu nog twee witte bandjes en doe die er weer gewoon op. Steek niet in de bovenste, maar in de middelste, in de roze. Doe die naar achteren. Pak dan de onderste twee witte bandjes. Over de pion heen, naar het midden. En pak nu ook de twee roze bandjes over de pion heen, naar het midden. En aan de andere kant pak je de onderste twee witte bandjes heen naar het midden en doe dat naar beneden. Pak nu je volgende kleur voor de cirkeltjes. Pak hem, draai een slag terug op je vingers zodat deze gedubbeld is. Doe hem over de rechter pion. Nu pak je weer twee witte bandjes. Die doe je er weer recht bovenop. Steek in het roze bandje. Duw die naar achteren. Steek in een roze bandje. Pak de onderste twee witte over de pion heen naar het midden. En ook de onderste twee roze over de pion heen naar het midden. En aan de andere kant pakken we de onderste twee witte over de pion heen naar het midden. En dan duwen we dat naar beneden. Pak nu weer je volgende kleur voor de cirkeltjes. Pak hem weer, draai hem een slag terug op je vinger, zodat hij gedubbeld is. Dat kun je ook op een andere manier doen. Je zet hem dan op de pion. Draait hem een slag en terug op de pion. Dan heb je een capband van twee ringetjes, want dat is het eigenlijk ook gewoon. En dan pak je weer twee witte elastiekjes en die zet je er recht bovenop. Steek weer, je slaat de bovenste witte over en je steekt in de roze. Dus alleen in de roze, vanaf de buitenkant. Pak dan de onderste witte, die gaat over pion heen naar het midden. En dat was de inverted fishtail. Dat doe je ook bij de inverted fishtail. Dan steek je in de middelste en pak je de onderste. Nu pak je nog de, en dit doe je niet bij de inverted fishtail, dat je de onder, deze twee bandjes ook nog pakken, maar dat doen we hierbij wel. Dus dan pakken we deze roze bandjes, die gaan ook naar het midden. En dan gaan we aan de andere kant pakken we de twee witte bandjes. Ook naar het midden. En duw dat naar beneden. Pak nu je volgende kleur in de cirkeltjes. Pak een druimenslag terug op je vingers. Oftewel een capband van twee ringetjes. En die zet je erop, de rechter pion. Pak dan twee witte en zet die er recht bovenop. Steek in de middelste. Pak je de onderste. Ga over de pion heen naar het midden.
En ook deze gaat nog over pion heen naar het midden. En links gaan de twee witte bandjes over pion heen naar het midden. En dan doe je dat naar beneden. En zo ga je door totdat je armband lang genoeg is. Ik denk dat mijn armband wel lang genoeg is. En voordat we de C-clip erop gaan zetten, pakken we van de ene kant de twee witte bandjes. Breng die over op die andere pion. En rek dit dan uit over twee pionnen. Zodat het makkelijker is om er een C-clip op te plaatsen. Of S-clip, maar omdat het vier bandjes zijn, beide kanten vind ik een C-clip makkelijker. En die duw ik erop. En dan kan het van je loom af. Ga nu met de C-clip naar de andere kant. Doe even die capband van vier op je vingers. En zet hem dan ook in de C-clip. En zo ziet je armband er dan uit. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!